Okay, Laat ik proberen die lening meteen terug te betalen. Ik hou er eigenlijk niet van. Als leningen openstaan, kan ik die zo terugbetalen? Ja, ik wil dat meteen betalen. Dan zijn we daar tenminste vanaf. En even kijken. Oké, zo kan ik dingen bewerken. Laten we een bord. En een vlag. Als dat tenminste ergens kan. Of ik zou het zelfs aan de overkant neer kunnen zetten. Misschien een extra en misschien een extra brandweerlaag. Nee, de branden van de buren mogen niet geblust worden. Hoe kan ik dat veranderen? Denk het niet. Ik denk niet dat je dat kunt veranderen echt. Extra. Ja, ik heb 3 van de 3 brandweerwagens. Laat me nu mijn stad weer betreden als je het niet erg vindt. Dank je. Wat is dat? Als je vindt de belastingen te hoog, wat maakt het uit? Even kijken, ik zou... we kunnen blijkbaar... Nou, we kunnen geen kolenmijn neerzetten omdat er geen kolen onder mijn stal is. We kunnen ook niet boren, want er is geen olie onder mijn stad. We kunnen handelen. Importeer aanslagen als het nu... Heeft niks nodig. Wat is dit dan allemaal? Elektronica. Ik zou een stadion neer kunnen zetten. Aanbidden, ik denk dat we dat hebben gehad. Commerciële, dat zijn de winkels toch, als ik het goed heb. Oké, het is 15.000. Ik denk dat ik zoiets neer wil zetten, maar dan heb ik iets meer winkels nodig. Ik denk dat ik dan hier even de weg uitbreid. Als het mensen daar naartoe laat. Ik heb de weg ook een beetje scheef omdat ik de shift-toets niet inhield. Maakt niet uit. Laten we dit dan weer een beetje versnellen. Oké, verzoek naar gokhal goedgekeurd. Oké, jij voelt je een stuk veiliger. Dan wordt nu tijd om, ik wil het wat langzamer. Om de stad helemaal gewoon uit te halen. Ik denk dat daar iemand eerder was. Als je... Nee, heb ik jou gezegd. Wat wil deze? De wachtkamer poort uit van sinds we antwoord hebben, maar gewoon de kamers nog om ze te helpen. Nou ja, Maastricht doet wel nog een ziekenhuis, dus laten we dat doen. Maar ik weet eigenlijk niet wat hij wil. Hij wil... wat kunnen we maken? Dit. En laten we dan ook vleugelbehandelkamers. Laten we die ook maar neerplanten.
wel even wachten tot ik genoeg heb voor die gokhal. En we verdienden weer minder. Met een of andere reden. Dus mensen, jammer dan, maar dan moet de belasting nog iets verhogen. En dat wordt steeds meer naar de regels gaan kijken. We hebben, dat scheelt omdat de belasting te hoog zijn. En we hebben een verlaten huis. Wat wilde die zeggen? Ik heb het gemist. De hoge belastingen zijn drie keer niks. Ik denk dat ze nu allemaal klaar zijn voor de belasting. Wat is dit? Ik heb geen stopplaats aangelegd, geen stad is smerig voor. Dus straten liggen vol afval. Maakt dat iets uit dan? Misschien kan ik het bewerken. Waar ligt dat ding überhaupt? Ik denk dat het hier ligt. Ik kan het niet bewerken. En misschien op deze manier. Nee, maar ik wil eigenlijk wel de riolering met mijn mens. Waarom is het dan overal zo'n puin op? Al ik denk dat ik geen vrachten heb. Maar hoe krijg je die vrachten dan? Dat snap ik even niet. Het gaat voor afval, het gaat niet daarom. Nu snap ik het. Dit is de afvoer. Mijn fout. Ik denk dat ik meer huizen nodig heb. Ja, ik heb zeker weten meer huizen nodig. Dus laten we eerst meer huizen maken. Ik denk dat ik hier een blok voor maak. Nou, iedereen die daar een huis had neergezet, jammer dan. Ik zou nu daar zo graag zelfs een park in midden willen bouwen, maar raad eens wat, dat doen we niet. En nu moeten de mensen wel eerst bouwen, dus we gaan er even versnellen. Oké, het begint op te lopen nu. Oh goed, we maken al meer dan 1000 euro per uur winst. Dat is goed nieuws. Hier, het water stroomt. Oké, het water stroomt goed. Maar volgens mij heb je mee. Nee, je weet het nog niet zeker. We hebben geen park nodig. En voor een of andere reden komt niemand hier bouwen. Ja, één iemand heeft hier gebouwd. Ja, wie zet zijn overkoop 425 graden? Waar kunnen we inzoomen op die frikandel? Ik denk dat ze de brand al hebben geblust. En ik heb bijna genoeg voor de stortplaats.
maken meer, bijna meer dan 2000 euro per uur winst. Het gaat niet zo heel goed. Bij jullie zijn gesimuleerde poppetjes in een computer. Ja, hier staat toch nog niemand, dus we leggen die stortplaats gewoon hier aan. Hè. En het waait ook nog mooi die kant op. Even kijken, moet ik dat meteen bewerken? Garage voor Bummer, oké, dumpzone. Tenminste kunnen we dat. Ik heb geen idee waar je die andere neer moet zetten. Maar ik heb niet genoeg sim dollars om dat nu te doen. Maar ze hebben ook nog geen, ze hebben niet genoeg vuilnisbakjes.